Vorige keer. Ik heb een fucking git. Nee. Nee, ik kan nog bewegen terwijl ik dood ben. Da-da-dun. Yo gasten van Dus David Games, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van James Bond Nightfire. De vorige aflevering zagen jullie dat het niet zo heel super ging. Ik faalde heel erg. Het ging niet echt als gehoopt. Ik ben een paar keer doodgaan. Ik moest namelijk een aantal hostages proberen te bevrijden van een aantal kwaadaardige mensen die ook wel van Drake zijn. Drake is trouwens de hoofdkarakter van de persoon en hier ben ik weer. Maar we gaan gewoon gelijk beginnen. We gaan eventjes hier rondzoeken. Volgens mij, nee, hier was niks. Hier was niks. Ik moet iemand uit de library redden en iemand uit de servant quarters en de front car park. Retrieve the code from the bedroom safe. Oké, dat komt allemaal goed. Maar je moet even bedenken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Want de vorige keer had ik te weinig levens. Toen ben ik echt een paar keer doodgaan. En dat is gewoon echt uber slecht. Dat is gewoon niet chill. Hopelijk staat hier niet iemand. Oké. Hier ging ik de vorige keer dood. Even kijken of hier... Oh shit. Wat? Ik word nu ook van de andere kant beschoten. Dit was niet... Wat? Wacht even. Wat is hier nu gebeurd? Oh. Ze hebben de... Ik dacht meestal dat ze die onschuldige personen niet killden. Oké. Lol. Dat is raar, want meestal doen ze dat ook niet. Oh shit. Ja, dit had ik dus de vorige keer ook. Ik faalde toen heel erg. Dus het is beter als ik eerst ga richten op de bedroom. En dan pas op dus wat onschuldige meisje. Want hier moet ook ergens leven zitten. Hier in de wc zat volgens mij iemand. Maar ik weet niet zeker. Ik wil wel kijken. Volgens mij, ik weet niet zeker. Oh shit, daar gaan we. Oké, daar gaan we mensen. We gaan proberen. Oh, het zijn best veel. Helaas. Jou bedoelde ik. Oké, we gaan hier staan. We gaan hier campen. Oké. Oh. Dit ging nog best wel gemakkelijk. We hebben het gehaald. Hopelijk is hier... Ja hoor. We hebben levens. We zijn nu al verder dan de vorige keer. En ik ga slim doen. Ik ga gewoon echt uber slim doen. Ik ga een safe game doen. Want dan kan ik namelijk hier, als ik de volgende keer dood ga, heb ik namelijk dit stukje al gehaald. En we gaan even rondkijken. Want hier moet vast wel ergens zitten. Hey, ik zie mezelf niet. Hoe kan ik nou Dat is heks. En we doen even de kraan aan. We gaan gewoon de boel laten overstromen. We gaan gewoon proberen omdat ze een hoge kosten krijgen voor hun... Voor hun rekening. En wat zie je? En hier is een... Een kaart. En geld. Heel veel geld. Kunnen we die geld ook meenemen? Nee. Maar ja. Ik vind trouwens... de reacties waren tof. Ik neem natuurlijk een voorraad van tevoren op. En ik zag bij de eerste video dat het echt super goed werd ontvangen. Echt heel veel likes. Echt niet eens dislikes. Ja, natuurlijk wel een aantal dislikes. Maar het werd gewoon goed ontvangen. En dat had ik gewoon niet verwacht. Oké, dan gaan we hier weer. En dan gaan we. Kom hier, bitch. Hij is nog best wel rustig. Oh. Heb ik dit nu al gehad? Oh. Maar ik kill even de rest dan ook even natuurlijk. Want ik mag jullie niet. Jullie zijn niet racistisch omdat jullie Chinees zijn. Of nee, Japans bedoel ik natuurlijk. Maar gewoon omdat jullie niet zo moeten haten op onschuldige mensen zoals zij. Dat kan gewoon niet. Dat is gewoon raar. Dat is gewoon niet natuurlijk. Nee. Nee. Oh shit. En hoppakee. Kom op. Reload. Of heb ik serieus met 3 kogels nog maar? Oké, dit moeten we gelijk goed aanpakken. Waarom ga jij niet dood?
Eigenlijk ga je eigenlijk al lang dood als je gewoon 40 kogels door je hele lichaam hebt gehad. Maar ja. Eventjes niet logics beschuldigd van een game. Oh shit, oké, dat was echt heel slecht van mezelf. Hierboven. Wat wil jij nou? Zo, hier, kogel door je kop heen. Ook dood. En we moeten straks alleen nog de car pakken. We gaan natuurlijk even alles kijken, want hier kunnen eventueel nog leven zitten. Dus ja, laten we gewoon even rondkijken. Dus er kunnen hier ook mensen staan, zoals hun. Zo, levens, oké. We moeten even ammo vinden. Tuurlijk doen zij weer niks, hè. En ik destroy ook gelijk een computer vanaf hier. Ja. Zo, nog eentje moeten we redden en dan hebben we dit alweer gehaald. Oké, chill. Rescue the hostages in the car front pack. Oké, komt goed. Maar is hier nog wat te pakken of zo die ik kan meenemen of zo voor levens of wat dan ook? Nee, op dit moment niet. Maar misschien vinden we hier nog wel wat. Nee, ook niet. En hier. Steeds hem open nu. Nee. Helemaal niks. En laat trouwens ook in achter in de reacties als jullie meer games willen zoals James Bond. Dat ik ook zoiets andere spellen doen van James Bond ofzo. Want ik vind het echt vette games. Ik kan me hier heel erg in verdiepen. Ik kan ook noob zijn. Dat ook natuurlijk. Laten we nou niet alleen positief zijn. We gaan hier deze deur nemen. En want misschien is hier de deur richting de carpark. Denk ik tenminste. Let's find. Ja. Ja hoor. Oké. Als we dit hebben gehaald, zijn we pro. Geloof me. Welke kant moet ik op? Hier. Ik moet even wat kogels vinden. Oké. Zo, die is dood. Die kunnen ons niks meer doen. We gaan gewoon YOLO nu doorheen. Oh nee, nee. What the fuck, man? Oh, daar heb ik ook niks meer van. Oké. En wat doe jij, Stuart? Ga terug naar de bunker. Oké. Ik moet terug weer naar de bunker. Naar Matthew. Weet ik veel. Oké. Sesam, open nu. En we gaan nu naar beneden. En misschien kunnen we eventueel wat fixen voor extra shit. Ik doe even mijn blikje open. Nou, wacht even. Even mijn blikje energy. Zo. En we gaan rondkijken. Hallo, is iemand? Matthew, ben je hier? Hier ben je. Ja, nice. We're finished here, Mayhew. Let's go. What about Kiko? Haven't seen her? She's a big girl. I'm sure she can take care of herself. Oh, ninja. Ninja. Ze hebben nu al een gevoel dat er een ninja is. Klopt. Let's get moving. Klopt voor geen ene lul kloot van. En nee! Matthew is gekild door een ninja. Oké, kom hier. 1 versus 1. Oké, daar gaan we. Heb ik echt geen andere wapens? Weet je wat? Ik ga jou gewoon met deze. Oh nee. Waarom gaan die zo... Waarom gaan die niet ver? Waar is die fucking ninja? Waar is hij? Oh, hier. Oh ja, shit. Ik ben... Kom hier jij, ninja. Je wordt geowned door mij. En dat weet je zelf ook wel. Ja, en de ninja is dood. Beter ook. The code key you found in my safe leads you to the Nightfire evidence. The Phoenix building in Tokyo. Tokyo? You need the password to the mainframe. It's Afterburn. I thought the evidence was here, Mayhew. A little extra insurance policy to keep me alive. A lot of good it did me. I was pinned down. Alex. I promise you, Drake will pay. Kiko,
You're not safe here. Come with me. Ik wil iets heel erg spoilen, maar dat doe ik niet. Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van James Bond Nightfire. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op het is David Games en het gameportaal. Zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.